Eén iemand eruit, één iemand erbij. Is dat het dan ook wat jou betreft voor deze transferperiode? Ja, wat ons betreft wel. We zijn tevreden over de selectie. En hiermee gaan wij de tweede seizoenshelft mee verder. Ben je nog veel gebeld voor spelers? Ja, het proces dat gaat in zo'n transferwindow continu door. Mails, bellen en mensen die nog op zoek zijn naar, heb je nog een plaats, et cetera, et cetera. Ja. Zeker nu slaat de stress bij sommige clubs toe. Ja, maar bij sommige clubs, bij ons in ieder geval niet. Maar het is meestal dan nu bij ons vanaf de andere kant dat zaakwaarnemers gaan bellen. Van ja, heb je nog een plaats voor deze jongen die mag verhuurd worden. Nou, dat soort dingen krijg je constant mee te maken. Ja. Want zo hebben jullie bijvoorbeeld nog een keeper rondlopen, Renze Feij. Hoe is het daar eigenlijk mee? Want die is hier nu, maar die is ook op zoek, denk ik. Ja, alleen Renze hebben we afspraak mee gemaakt dat we zouden wachten tot einde transferwindow. Nou, dat is vandaag. En daar is niks gekomen voor hem, helaas ook voor hem. Zeer spijtig ook voor hem. Alleen wij hebben hem dus weer teruggeschreven naar ons. Dus in alle uiterste nood kan hij ook voor ons weer uitkomen. Dus eigenlijk hebben jullie 4 keepers de rest van het seizoen? De rest van het seizoen hebben wij 4 keepers, ja. Dat klopt. Bradley Kuwas werd natuurlijk ook veel genoemd. Eigenlijk is het redelijk stilgebleven rond hem. Is dat dan alleen voor de buitenwacht of was het hier wel rumoerig rondom hem? Spelers Bradley Kuwas met zijn kwaliteiten, daar is altijd rumoer om. Alleen daar hebben wij ook afspraken over gemaakt samen met Bradley. En ik denk dat het heel goed is en verstandig is van hem ook. Dat hij het komende half jaar nog flink gaat vlammen bij ons. En dan zien we wel weer verder. Ja, is dat iets wat jullie samen besproken hebben, wat hij zelf ook graag wilde? Ja, kijk, een talentvolle speler en iemand die kansen gaat krijgen, hij is ook ambitieus. En die is natuurlijk altijd op zoek naar verbetering. Dat is ook logisch. Alleen dit is nog niet het goede moment.